Rijden maar van Joosten. Dit is echt geen veilige route, meneer de premier. Sta je niet zo belachelijk aan. Dit is veel korter. In deze huidige situatie kunnen we het beste de hoofdwegen nemen. Stap dan maar. Hoe kom je aan dit nummer? Bief, we hebben je nodig. Generaal, je weet dat ik er klaar mee ben, hè? Het is van levensbelang. Ze hebben Van Tilburg. Hebben ze Nick? En jij bent de enige die dit op kan lossen. Dit ben je aan hem verschuldigd. Ik doe het niet voor hem. Ik doe het voor Nederland. Waar is de premier? Ik ken geen premiers. Maar ik wil jou wel excellentie noemen. Je ziet er dorstig uit. Neem wat te drinken. Waar is de andere helft van de blauwdruk, Max? Nick! Dit is het plan van een superlezer. Dit mag niet in de handen van de verkeerde persoon vallen. Maar de generaal, hij zei dat... Nick! De generaal weet niet wat voor afschuwelijk ding dit is. Allebei de helft. Niemand zou zo het hele idee kennen. En wat moet ik ermee doen? Bewaak het met je leven. Ik heb geen blauwdruk. Hou je niet van dat domme. Jomaatje van Tilburg heeft de andere helft al lang ingeleverd. Max, het spijt me. Geef het ze maar. Ik vergeef het je. Nee. Nee. Je krijgt helemaal niks van me. Ja, dat zei mijn vrouw gisteren ook. Zonder jouw bemoeienis had ik al lang het hele Midden-Oosten weggevaagd en er één grote parkeerplaats van gemaakt. Wat? Dus ik heb hem verleid zodat jij werelddelen kan opblazen? Psychopaat! Zeg, aan wiens kant sta je eigenlijk? Aan de goede kant. Max! Misschien vind ik het antwoord wel in je hoofd. Zonder vraag. Geen antwoord.
Hier zijn we veilig. Net als de blauwdruk. Dankjewel, Max. Dankjewel.